Welkom terug aan boord van Drifter 22 Dulce Bella. Het is een prachtige dag en we varen de Orkney Islander. En we hebben net anker geheven en wij waren in Whitehall Bay op South Ronaldsay. En er is een klein tochtje gepland voor vandaag naar een volgend baaitje vanwege de stroom noordelijk van Flotta langs en dan zo naar Mill Bay. Ik weet niet of u het allemaal gezien heeft, maar dat maakt er niet zoveel uit. Wat het toe doet is dat het hier een stralende dag is. En wij varen de Whitehall Bay uit. Nou, u ziet een stunning scenery. Maar die wordt voornamelijk veroorzaakt door de leuke bootjes die erover varen. En we kwamen hier gisteren aan. En als eerste werden we begroet door de eigenaar van deze prachtige cruiser longboat. Die hier in een hele mooie staat aan haar mooring ligt. Hij zei dat hij vanuit zijn keukenraam kon kijken naar het bootje. Maar het keukenraam zal ongetwijfeld daar zijn in dat ontzettend leuke huisje. En hij kwam ons tegemoet. Nee, we lagen eigenlijk net in anker en daar kwam hij aan. Ter verwelkoming met een fles wijn. Het was ongelooflijk. Helemaal toen we enkele uren later een man tot ongeveer tepelhoogte het water in zagen waden. Richting vloot. Die met een fles whisky aankwam en verse eendeneieren. Nou ja, een warm welkom voor de 5 Drascoms op de Orkney-eilanden. Gebruiken die stoeltje Bella een beetje laat, want de koffie die stond nog door te lopen. Daar ziet u windroos die de Whitehall Bay uitvaart. En nou ja, wij gaan. Oh, ik zal het nog heel even laten zien. Als er andere winden zijn, dan is daar ook nog een ontzettend prettig strandje waar je het anker zou kunnen. Oh, de sonar geeft een ondiepte aan. Dit was Drifter 22 Dulce Bella. Drifter 22 Dulce Bella vanuit Zuid-Ronaldsee uit